Yo, beste kijkers van het Vulvraag. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Druk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan voor die 3000. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Check ook eventjes onze merch op shop.vulvraag.nl. Er zit een nieuw item in wat velen van jullie nog niet weten. En volgende week zijn wij aanwezig, 11 november, zijn we aanwezig bij het KOM Museum. Namelijk op zondag 11 november. Wat je daar kunt verwachten is een Q&A, een meet and greet en een masterclass. En die masterclass, ik zeg het je niet nog een keer, wil je niet missen. In deze video heb ik voor de rest echt super veel puntjes voor jullie, dus we gaan er lekker snel doorheen. Allereerst, explosives doen geen damage meer door buildings heen. Gisteren hebben we dit al besproken, dat dit er ook waarschijnlijk al werd uitgehaald. Maar eventjes een scenario, als iemand op jou schoot met een RPG en die RPG deed 100 damage, dan 25% van die damage ging door structures heen. Dus je kreeg dan 25 damage. Dus stel je was helemaal ingeboxd en iemand schoot met een RPG, kreeg je dus gewoon damage. Het kon ook een granaat zijn, dat kon ook een grenade launcher zijn. Iets met explosives, dat deed gewoon damage. En ze hebben dat een soort van teruggezet. Want heel veel mensen hebben gezegd van, nee, Fortnite, doe dit maar niet in de game. En ze hebben gewoon weer heel netjes geluisterd. Dit is echt super tof van Fortnite. Ze hebben namelijk getweet, we'll be releasing a hotfix today to revert the changes made to explosives damaging through structures. Thanks for the discussion and feedback. Dus ze hebben geluisterd naar de Fortnite community. Iets wat Fortnite dus heel erg goed doet. En dat maakt de game sterk. Dus echt dikke props naar Fortnite. Ze proberen het. En wanneer de community het kut vindt, woep, gelijk weer weg. Dan gaan we door naar het volgende puntje. En dat is dat er een mobiele update opkomst is. Dat is natuurlijk heel erg nice. Want op de mobiel, het is niet heel erg smooth. Laat ik het zo zeggen. Wat deze update ongeveer gaat krijgen is, ja, 60 fps. En dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik. Want het speelt nu op 30 fps. En straks op 60 fps. Dat betekent dat de game zoveel smoother aanvoelt. En het is ook smoother. Ik bedoel, 60 fps en 30 fps is een mega verschil. Dus dat is een hele grote update die eraan gaat komen. Daarnaast worden er control aanpassingen gedaan, zodat het makkelijker wordt om bepaalde dingen te reachen of misschien wat te bouwen. Ik heb geen idee wat ze daarin gaan doen. De game krijgt gewoon een performance update en ze verminderen de installatiegrootte. Dus straks als er een update is, dan hoef je minder MB's te downloaden, waardoor jij sneller kan updaten en natuurlijk sneller de game kan spelen. Dan het volgende puntje. Er komt waarschijnlijk een nieuwe manier aan om straks gratis V-Bucks te krijgen. En nee, dit is geen hack. Nee, dit is geen bug of glitch. Dit wordt gewoon legit een aanpassing in de game. En wat moet je hiervoor doen? Laten we eventjes dit plaatje bijhalen. Looks like we are getting rewards this season for thanking the bus driver. Ja, als je straks namelijk 250 keer de bus driver hebt bedankt, want dat kun je doen als je in de bus zit, dan kun jij 100 V-Bucks krijgen. En wanneer jij 25 keer als eerste bent met de bus driver bedanken, dan kun jij ook 100 V-Bucks krijgen. Dus dit zijn nieuwe maniertjes waarschijnlijk om V-Bucks te unlocken. Het is niet zeker of dit exacte reward worden of dat je 250 keer dat moet doen of 500 keer. Dat is nog niet helemaal bekend. Maar het is in ieder geval super tof dat dit er waarschijnlijk in gaat komen. Ik kan niet wachten. Ik ga dan constant spammen om als eerste te zijn, zodat ik natuurlijk die V-Bucks kan krijgen. Dus dit gaat echt fucking dik worden. Ik denk dat iedereen die bus driver ook gaat bedanken. Want ja, 250 keer dat doen, duurt wel eventjes. Maar als je dat gewoon elke match doet, dan is het easy peasy. Dan gaan we over naar iets anders. En dit is een soort van theorie. Want de Tomato Gang heeft er namelijk voor gezorgd dat de deurburger is gesloten. En waarom is dat zo? Nou, ik heb jullie natuurlijk al laten zien dat de deurburger inderdaad is gesloten. Er staan ook allemaal bordjes voor. De stoelen staan op tafel, et cetera, et cetera. Maar we moeten eens gaan kijken naar dit plaatje. Het bovenste plaatje, dat kennen we natuurlijk al. Maar je ziet daar natuurlijk een medewerker van de deurburger. Als je daar beneden kijkt, dan zie je de tomato truck voor de deurburger staan. En in deze update is die weg. Maar in deze update zien we wel dat de deurburger is gesloten. Dus waarschijnlijk heeft de Tomato Gang ervoor gezorgd dat dus de deurburger is gesloten. Ze hebben de boel gesaboteerd. En ik weet waarom. We moeten eventjes kijken naar dit plaatje. En zoals je hier ziet, we zien hier een kakkelak op de truck staan. Op een soort van kist.
En als we eens gaan kijken naar de reden waarom de Deurburger is gesloten, moet je eens kijken naar dat groene bordje. Daar zie je ook kakkelakken op staan. Dus waarschijnlijk is er een kakkelakken invasie in de Deurburger en is dat de reden dat hij is gesloten. Hij heeft een soort van keurmerk ook erop zitten dat het niet goed is. En ik denk met die reden dat de boel gesloten moest worden. Dus dat de zaak niet goedgekeurd was. Want als je kijkt naar die stempel rechts onderin, het ziet er niet allemaal heel erg goed uit. Dus ja, ik denk dus dat de Tomato Gang ervoor heeft gezorgd dat hij gewoon kakkelakken in het eten heeft gedaan. En dat met die reden dus de Deurburger is gesloten. Misschien wel moet de hele tent afgebroken worden door die kakkelakken. Ik heb geen idee. De Tomato Gang heeft er in ieder geval heel mooi voor gezorgd dat hun concurrent is uitgeschakeld. En hey, misschien krijgen we uiteindelijk wel de Tomato Gang versus de Deurburger Gang. Wie gaat er winnen? Laat het eventjes achter in de poll. Goed, gaan we door naar het volgende. En dit is letterlijk net nadat ik de video ging opnemen gereleased. Het is namelijk rond 1 uur 's nachts gereleased. En dat is namelijk dat er een nieuwe legendary wapen coming soon is. Het gaat hier over de Heavy AR. Dit is dus een powerful assault rifle that is most useful when fired in short bursts. Of dit een burstwapen gaat worden, ik betwijfel het. Ik denk wel dat hij automatisch is. Maar wat ze bedoelen is dat het beste werkt als jij een kleine burst schiet. Dus met 4-5 kogels en daarna weer stopt. En daarna weer met 4-5 kogels en dan weer stopt. Wordt de Epic / Legendary burstwapen nu gevalt? We weten het niet. Misschien wordt er een wapen uitgehaald. Het zou natuurlijk heel erg goed kunnen. Welk wapen denk jij? Laat het eventjes achter in de reacties. Het zou natuurlijk ook geen enkel wapen kunnen zijn. Maar stel er zou een wapen, waarschijnlijk dus een AR, gevalt moeten worden. Welke gaat weg? Ik denk sowieso een Legendary / Epic. Omdat ik dus denk dat de Heavy AR ook een Legendary / Epic gaat worden. Want ja, er staat niet voor niets een powerful assault rifle. En hij heeft een gouden achtergrond. Dus ja, vandaar denk ik dat. Gaan we door naar het laatste puntje. En dit is ook wel een big thing. Namelijk Fortnite China heeft bekendgemaakt dat de nieuwe starter pack op 8 november in de shop komt voor 5 euro. Wat we daarin kunnen verwachten is natuurlijk de skin, de backbling en 600 V-bucks. Het is dus een soort van, ja, een kleine aanbieding die ze eens in de zoveel tijd in de shop doen. Meestal is dat eens per season. Dus ja, super dik. Deze ga ik ook weer sowieso halen. Want ja, je krijgt er V-bucks voor, je krijgt er een skin voor. En meestal worden die skins wel redelijk rare in de toekomst. Goed, dit was het einde van de video. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat zeker weten. Eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Check eventjes onze merchandise. Plus het nieuwe item wat erin zit. Linkje staat in de beschrijving. En natuurlijk Kom Museum. Bovenste linkje in de beschrijving. Ga zeker weten. Eventjes checken. Q&A, meet and greet, masterclass. Gaat super dik worden, mensen. Volgende week, zondag 11 november. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay. Hele dikke gameplay. Damn, ging echt super lekker. Peace out.